Breda Nu. Je weet het meteen. Hoofden, buiken, armen, benen en zelfs wenkbrauwen. Alles kan worden getatoeëerd. Tijdens de Needle Art Convention bij Sportcentrum Bres op de nieuwe inslag konden liefhebbers voor alle soorten tatoeages terecht. Deze beurs wordt nu voor de 17e keer georganiseerd in Breda. Voor de 17e keer. En wat is nu het succes van deze beurs? Ja, dat weet ik eigenlijk zelf niet zo precies. Ik doe mijn eigen dingetje wat ik leuk vind om te doen. De achterliggende gedachte is altijd geweest om een breed scala aan mogelijkheden te bieden aan het publiek. Om goed de verschillen te laten zien tussen echte goede tattoo kunstenaars en wat wij noemen scratchers die hier niet voorkomen. Dus puur om het publiek de top van de tatoeëerwereld te laten zien. Zo'n kleurrijke verschijning. Voor de meeste mensen wel, ja. Ja, ja, want hoe reageren mensen op jou? Redelijk gewoon. Hier zeker. Dat zijn ze wel gewend. Op straat is het soms wel eens heel leuk om reacties te zien. Ja. Ja, wat in het dagelijks leven, qua werk, waar kunnen we jou dan vinden? Nou, ik heb 8,5 jaar op Schiphol Plaza gewerkt. Dat was superleuk. Dat kon ook gewoon. En nu werk ik gewoon als callcenter agent. Ik ben die gast die die stomme loodjes aan je probeert te verkopen elke avond tijdens het eten. She's got what nuts in and cats in my beer in her belly. My friends, they like her more. She knows all types of trucks, makes a lot of sports. And the house is like a record store. Fuck yeah! Nou, zeer is een tatoeage zetten. Ja, het doet op een gegeven moment wel pijn, ja. Je voelt het wel op een gegeven moment. In het begin denk je, nou, het gaat nog wel. Maar hoe langer je zit, hoe taaier het wordt. En waarom deze tatoeage? Ja, omdat het heel mooi matcht bij de andere tattoos. En ik vind Skulls qua tatoeages altijd heel erg mooi. En ik vind het deze mooi omdat het ook een beetje vrouwelijke Skull wordt. Want Skull is meestal echt wel stoer en ook wel vaak mannelijk. Ik vind het dan leuk dat we een beetje een vrouwelijke twist krijgen. Ja, want je hebt er al meerdere. De hoeveelste is dit? Ik ben de tel kwijt. Ik kan het zo niet vertellen, dan moet ik gaan tellen. Hey, waarom laat je hier op deze beurs een tatoeage zetten? Ja, dat is een goeie. Dat was een mooie gelegenheid ervoor eigenlijk. Het bureau waar ik mee kwam. Dus. Want heb je die tatoeage zelf bedacht? Nee, dat heb ik tatoeëerder ontworpen en bedacht. Ja. Want hoe gaat dat dan? Je hebt een idee van wat je wil en dan werkt hij het uit? Of hoe gaat dat? Nee, we hebben eigenlijk samen een beetje erover nagedacht en hij heeft het eigenlijk voorgelegd en ontworpen. Dus ik heb hem eigenlijk alle vrijheid gegeven die hij wou. Hoe lang moet jij vandaag behandeld worden? We rekenen op een uurtje of 5. Je gaat hier 5 uur liggen? Ja, zoiets. We zijn al een uurtje bezig. Dus, In deze houding ook, blijf je liggen? Ja, iedereen een beetje bijdraaien, maar... Echt heftig, maar je hebt al eerder tatoeages op je arm, zie ik. Dus je bent het gewend? Nou ja, gewend. Ja, ik heb er al een paar, dus ik weet hoe het voelt. Kan jij uitleggen, ik heb er helemaal geen, maar wat is de kick van tatoeages? En zeker als je ze zo groot laat zetten? Ik zeg altijd als ik ermee bezig ben en het doet echt pijn, dan zeg ik dit is de laatste, nou doe ik het niet meer. Maar op een gegeven moment ben je de pijn vergeten en dan denk je, ik vind het zo mooi, dan nog eentje.